Paris Saint-Germain tegen Barcelona wordt in principe een wedstrijd waarvan ik denk dat Barcelona hem wint, daar al in Parijs. Paris heeft een hele goede ploeg, maar mist een groot aantal spelers. Met name natuurlijk ook Zlatan, die geschorst is. Dus ik verwacht dat Barcelona daar meteen afmaakt. Alhoewel, Paris Saint-Germain heeft wel Chelsea uitgeschakeld. En toen was het ook al zonder Zlatan een grote fase. Dus er valt weinig van te zeggen, maar ook David Luiz zal er niet bij zijn. Verratti is er misschien niet bij en Thiago Motta. Ik denk dat Paris te veel verzwakt is. Maar ja, Barcelona is ook maar gewoon een ploeg van 11 spelers en wat wisselspelers. Want afgelopen weekend hebben ze gewoon gelijk gespeeld tegen Sevilla. En dat is überhaupt niet zo makkelijk. Maar als je met 2-0 voor staat, normaal gesproken geeft Barcelona dat niet meer uit handen. Dus ook dat wordt een hele leuke wedstrijd in een hele aparte, letterlijke Franse ambiance. En het is natuurlijk heel leuk in Parijs. De sfeer is leuk in het stadion. Buiten het stadion is net oorlog. Zoveel politie, zoveel militairen. Er is een aantal keren is het daar uit de hand gelopen met felle supporters van Paris Saint-Germain zelf. En dat heeft men geloof ik zo laten staan. Het is een soort fort om binnen te komen.